Jason Velter, die is op wrede wijze uit het leven gerukt. Een jonge man die op Boskamp werkte en het plotseling overlijden van de jongen, die heeft een zware druk gelegd op de familie, met name op de moeder die niet werkende is en ook nog andere kinderen heeft om te verzorgen. Vandaar dat de moeder en de grootmoeder dan aan de gemeenschap vraagt om hun te helpen met de uitvaart van Jason Velter. U hoort moeder en grootmoeder vertellen over Jason, maar ook een oproep doen om hun te helpen. Ik ben Chersie Lewallen. Ik ben Janice Borgsleden. Ja. Uw zoon Jason, die is op wrede wijze uit het leven gerukt. Ja, kunt u ons vertellen, waar was u, hoe heeft u het nieuws gehad? Ik lag die ochtend nog op bed en ik wilde slapen, maar ik kon niet slapen. Ik kon niet slapen. Waarom ik niet kon slapen, dacht ik van zo, misschien is het gewoon iets, snapt u? Ik ben mijn telefoon gaan scrollen en ik kom dat bericht tegen, 18-jarige opgevist. Toen zei ik van, dan begon een lampje aan mijn hoofd te branden. Ik dacht van, ik heb ook andere kinderen. Heb ik doorgescrollt, heb ik gezien Jason Velter. Ik ben uit mijn bed gesprongen, ik wist niet hoe ik moest omgaan daarmee. Ik was helemaal alleen thuis. Mijn buurmeisje is toen naar me toe gerend. Heeft ze gezegd van, Chersie, wat is er? Toen heb ik ze gezegd, ik heb mijn pleegzoon nog gebeld, want die is dicht bij mij. Die is direct naar me toe gesneld. Toen heb ik mijn moeder gebeld. Nee, ik heb mijn moeder niet gebeld. Ik heb mijn oudste zoon gebeld. Toen heb ik ze gezegd. Dus ik wist niet hoe ik ermee moest omgaan. Snapt u? Dan heb ik het bericht. Dus dan ben ik naar hier gekomen. Mijn stiefvader is me nog komen halen. Van het adres waar ik was. Is me nog komen halen. Toen ben ik hier aangekomen. Ik heb gezegd van nee, vandaag is vandaag. Laat me gelijk contact maken met de politie. Ben ik naar centrum gegaan. Centrum vroeg me, zei me van mevrouw, u gaat naar Boskamp moeten gaan. Ik heb gezegd, maar beambte, hoe kom ik bij Boskamp aan? Ik heb geen vervoer. Toen heeft hij gezegd, even, blijft u even wachten. Ik weet niet of ze met de inspecteur heeft gesproken of wat. Daar hebben ze me toen verwezen naar kapitale delicten van Nieuwenhaven. Daar aangekomen waren die agenten reeds vertrokken naar Boskamp. En u bent zelf niet naar Boskamp gegaan? Nee, omdat ik geen vervoer had om naar Boskamp te gaan. Ja, maar hoe heeft u dan het officieel bericht gehad dat het wel om uw zoon gaat? Die vader heeft me nog niet gekond. Niemand had me nog gecontact. Dus toen ik bij Nieuwenhaven was, daar wist ik direct van, nee, het gaat om mijn zoon. Het gaat om mijn zoon. Die laatste keer toen de politie me nog had laten roepen, hebben ze me zijn ID-kaart gewezen. Ja. Maar ik persoonlijk heb het leek nog niet gezien. Ik heb het nog niet gezien in welke staat hij was. Ja, maar zoals ik het aan het begin zei, hij is toch wel op een wrede manier uit het leven gerukt. Ja. We begrijpen uit het politiebericht dat er een steen of stenen zijn gebonden aan zijn voeten. Ja. Wat hebben jullie nog verder aan informatie gehad van de politie? Ik heb geen verdere informatie nog gehad van de politie. Waarschijnlijk als ik vandaag ga om die stukken af te halen, want het wordt vandaag afgestaan aan de familie. Dus dan denk ik dat ik pas vandaag alle details ga horen. Want er moest nog abductie gedaan worden op het lijk en zo, dus verdere details heb ik niet. Ja. Wat kunt u ons vertellen over Jason zelf? Woonde hij bij u? Hij woonde zijn 13e tot zijn 16e jaar, waar we samen. Ik ben samen verhuisd van 13 jaar waar we op het niveau. En hij begon een gedrag te vertonen dat niet van toepassing is. Ik heb zelf rumors ingeschakeld voor hem. Ik heb bepaalde instanties moeten inschakelen, maar het heeft niet mogen batten. Hij is zijn weg zelf opgegaan. Snapt u? Daarna zijn we verhuisd van het niveau naar hier. Ik was hier. Nee, tot lief voor dat was ik naar Rango. Oké, dat is niet zo belangrijk, die van Rango. Maar die van hier, ik ben naar hier gekomen. Ik was zwanger van mijn laatste zoon. Dan was Jason nog onderhandelbaarder geworden. Dat ik mijn neef, die in de militaire dienst zit, zelf heb ingeschakeld voor hem. Om toch een begeleiding te kunnen geven op het goede pad. Kunt u even met een voorbeeld aangeven? Wanneer u bedoelt onhandelbaar, wat deed hij? Ja, laat me het zo zeggen. Hij zat op school.
Hij bedreigde die kinderen in de klas. Hij vocht met die kinderen. Toen hebben ze hem afgeschreven. Hebben ze hem dan op een speciale school gezet. En daar mocht het ook niet buiten, want hij vertoonde hetzelfde gedrag. Toen hebben ze hem weer afgeschreven. En, hoe moet ik het zeggen? Ja, hij deed precies wat hij wilde. Maar hij had zo'n goede kanten wel. Hij had wel zo'n goede kanten, want een tijdje zie je dat hij rustig wordt. Maar dan plotseling dan begint het weer. Hij moet om, laten we zeggen, 7 uur moest hij binnen zijn. Hij wil 12 uur en 1 uur thuis aankomen. Maar daar gaat het niet om. Elk huis heeft zijn regels. Mijn moeder zegt, nee, to begin manier, Taiwan of zo. Jij of ik. Een van beiden. Oké, het is zo gebleven toen op zijn 16-jarige leeftijd. Zag ik hem met zijn matras. Ik zat vlak hier op die trap. Zag ik hem met zijn matras. Zei hij van, zomaar, ik ga zelfstandig gaan leven. Ik heb gezegd, Jason, weet je zeker dat je dat gaat kunnen doen? Heb ik hem toen gezegd van, wel, als je het niet aan kan, mijn deur staat open. Je bent altijd welkom. We hebben hem altijd terug naar huis geroepen. Maar de wil is ook bij hem. Want ik als ouder zelf ga het niet alleen kunnen doen. Snapt u? We hebben hem meerdere keren naar huis geroepen. Hij heeft zijn vader zelf gevraagd, tot op het laatste moment nog, voordat dat ding met hem gebeurde, heeft hij zijn vader gevraagd van, pa, mag ik weer bij je komen blijven? Die vader weigerde. Die vader weigerde om die jongen te accepteren weer. Toen heeft hij mij gevraagd, ik heb gezegd, wacht even, ik maak zo weer contact met je, laat me even praten met de persoon met wie ik woon, dan ga ik je melden. Ik zal hem melden en kijk wat ik zie. Hij wilde terug naar huis. Ja. Even ten aanzien van de school. De mevrouw die me begeleidde, mevrouw Dijksteel, was bij me. Wanneer maandag was ze bij me. Jason toonde niet zomaar aan gedrag. Hij werd gepest op school. Dus dat heeft die mevrouw. Hij werd flink gepest op school. En hij kon het niet langer aan. Dus hebben ze die mevrouw gebeld om te gaan op school. En ze zag Jason met een grote steen in zijn hand. En ze sprak met Jason van, Jason, gooi die steen weg, gooi die steen weg. Hij heeft geluisterd, hij heeft die steen weggegooid. Dus Jason is, en die mevrouw is nog boos geworden omdat ze hem hebben afgeschreven en dat mocht niet. Dat mocht niet. Maar hoe zit het met vrienden, hoe zit het met drugs? Zo, hij was wel een tijdje aan de drugs. Toen heb ik hem gezegd van, Jason, stop met die drugs. Het gaat je nergens brengen. Ik heb veel tot hem gesproken. Zelf van iemand met wie ik samen naar de kerk kom, heeft zelf samen met hem gesproken. Toen heeft hij me gezegd van, maar drugs is lekker. Ik ga gewoon door ermee. Is hij toen weggereden. Ik heb gezegd, Jason boy, je luistert niet wanneer ik je wat zeg. Oké, toen hij op Saramaka bleef, vroeg ik hem nog telefonisch van, rook je nog? Heeft hij mij gezegd, tenminste, ik weet niet als het op waarheid berust. Nee, ik rook niet meer. Toen heb ik hem gezegd van, oké, dus je bent gestopt. Je hebt zelf gezien dat het je geen vooruitgang geeft. Toen heeft hij gezegd van, ja man. En bij wie was hij op Saramaka? Zo, hij liet mij vertellen dat hij alleen woonde. Andere mensen zei hij andere dingen, dat hij met andere mensen bleef. Maar mij, hij was niet echt open met mij wanneer ik hem bepaalde vragen stelde. En waarvan Saramaka precies, weet ik ook niet. Want als ik naar Coronie zou gaan, dan zou ik desnoods even moeten stoppen. Om te kijken hoe het met mijn zoon gaat, snapt u? Maar ik wist niet waarvan Saramaka hij bleef. Ja. Dat is het. Ik heb begrepen dat die mensen heel goed waren voor hem. Ze zorgden goed voor hem. Ze keken goed naar hem. Maar hij moest alleen maar werken voor ze. Dus dat was de enigste eis van die mensen. Voor de rest niets anders. En Jason zag er goed uit. Hij zag er heel goed uit. Ja. Wanneer is de laatste keer dat u hem hebt gezien en gesproken? Dat is augustus. Twee of een week of twee weken voor mijn jaardag. Okay. Ja. Hier in de stad? Ja, dan waren we hier zo bij mijn moeder. Okay. Toen is hij hier geweest? Ja. Hij heeft twee avonden met ons geslapen. En daarna... Het was goed met hem? Ja, we zijn zelf naar Vlooienmarkt gegaan. Hij hield van chips eten en zo, dus dat kocht hij het. Ik heb nog een grap met Jason gemaakt van, Jason, koop direct eieren voor me nog. Toen zegt hij me van, maar ik heb geen geld meer, andere keer. Ik dacht, Jason, je ziet hoe je bent toch. Dat heb ik hem toegelaten, dus gewoon grappig geweest. Sprak ik tot hem, we zijn naar huis gekomen. We hebben gegeten, we hebben gedronken.
toen de volgende dag is hij daar weggegaan en tot op heden heb ik hem dan niet meer gezien. Eenzelfde geldt dus ook voor u? Nee, de laatste keer dat ik hem heb gezien was in november vorig jaar. Hij kwam bij me en hij zei nog tegen me. De emoties zijn te begrijpen om een kind van 18 zo te verliezen, hoe krom of scheef is. Ja, het is uw kind. En ik heb vreselijk veel met hem gestruggeld. Ik heb gestruggeld met hem bij de geboorte, moest hij geopereerd worden. Ik ben naar Nederland met hem vertrokken, ik heb gestruggeld. Mijn oom die in Nederland zit, is zelf ook geschrokken toen hij het bericht kreeg. En ja, ik heb gevochten met hem. Ik heb gevochten met hem om hem op het rechte pad te brengen. Maar als ik zeg nee, en mijn moeder zegt bijvoorbeeld ja, dan gaat hij natuurlijk naar die ja gaan. Snapt u? Hij gaat kijken welke beter is. Toch? En een kind, ik ga niet slaan. Ik sla geen kinderen meer, tenminste hoor, wat ik sloeg. Ik sla niet meer, ik praat liever meer tot een kind. En dat probeerde ik ook met Jason. Ik probeerde nog telefonisch contact met hem te maken, maar... Die laatste bericht dat ik voor hem had gestuurd was 15 januari. Ik had vanaf december kreeg ik pijnen in mijn buik, net als weeën. Net als weeën kreeg ik die pijnen. Die man van me vroeg me nog van, maar wat is er? Wat is er eigenlijk? Ik heb gezegd, ik weet het niet, de dokter kan ook niks vinden. 1 januari was ik plat. Ik was helemaal plat tot op het moment dat ik het bericht heb gelezen. Was ik ziek. Ik ben gaan prikken, ik ben urine gaan geven, ik ben alles gaan doen. De dokter kon niets vinden. De dokter zei me gewoon, alles is goed. Toch? Toen zei ik zo van, maar ik kreeg pijnen als weeën. Toch? En dan begon het zwaarder te worden op het moment dat het dichtbij naderde. Die donderdag. Die dinsdag had ik het nog zwaar. Nog zwaarder. En nadat het is gebeurd, plotseling voelde ik die pijn niet meer. Maar vanmorgen voelde ik het wel weer even lichtjes. Voelde ik het wel even lichtjes, net als weeën. Je moet nagaan, het is een kind dat geboren is uit mij. Toch? En ik ga het voelen. Iemand heeft me gezegd, Bigisma heeft me gezegd, Adede wakana fessi. Maar niet wetende wat het was. Ik heb mijn oom nog gebeld. Heb ik hem gevraagd van oom Yogi. Er hindert iets, maar ik ben een sapsaning. Dat is een sapsaning. Toen heeft hij me gezegd, ga je terugbellen, maar hij heeft me niet teruggebeld. En er is een bepaalde reden waarom we het interview doen. Het is niet dat we alleen het verhaal van Jason aan die gemeenschap willen voorhouden. Maar u zegt, wanneer u op eigen kracht alles moet doen, bedoel de begrafenis, dan kunt u dat pas over 2 weken tot 3 weken doen. Ja. Want u staat er alleen voor. En u zegt van, u wil hulp vanuit die gemeenschap om u te helpen met de uitvaart van uw zoon. Heb ik het correct? Ja, helemaal. Ik sta er helemaal alleen voor om het uitvaart te doen. Maar de reden is ik sta helemaal zo, ik werk niet. Ik ben schoolgaand, ik zit op de avondmulo. Dus voorlopig werk ik even niet. En ja... Het is heel erg zwaar voor mij alleen hoe ik al die gelden bij elkaar moet schrappen. Oké, die offerte heb ik wel nog niet gehad van een uitvaartbedrijf. Het lijk is pas vandaag afgestaan. Ja. Wat ik heb vernomen van de politie dat me daarnet heeft gebeld, zeggen ze me, ik kan die stukken bij ze gaan halen, het lijk wordt afgestaan. Ja, maar ik zelf heb hem niet gezien. Ze hebben me nooit gebracht om te gaan identificeren en zo. Dus ik ga ervan uit misschien... Weten ze al 100% zeker dat ik 100% ben dat het mijn zoon is. Ja, en ik heb wel inderdaad gezien dat het mijn zoon is, want die vader heeft plotseling een film voor me gestuurd. Ja. Zo, echt, ik ben helemaal echt in elkaar gezakt. Als niemand thuis was met me, was ik helemaal... Van het lijk dat is opgevist, daarvan heeft, dat heeft hij gefilmd en voor je gestuurd. Ja, okay. Dus ik heb het niet helemaal gekeken, maar alleen zijn rug. Ja. Waar ze hem uit het water hebben gehaald, tot daar heb ik gekeken. Ik kon niet verder kijken. Hij is het dus? Ja. Als er mensen zijn, als er iemand in de gemeenschap is, de overheid, vice-president, de president, als ze me te hulp kunnen schieten, want alles is duur geworden nu.
Ik moet zelf, ik heb nog 7 kinderen die ik moet verzorgen. Ik moet nog kleren voor ze kopen. Ik moet nog schoeisel voor ze kopen. En voor mezelf moet ik ook nog wat hebben om aan te trekken. Snapt u? Dus ik vraag, alles het niet veel, alle beetjes helpen. Alle beetjes helpen. Ik ben een tevreden mens. Ik ben geen ondankbaar mens. Ik ben altijd tevreden met alles wat ik kreeg. In welke vorm dan ook. Het maakt mij niet uit. Het is meegenomen. Dus ik wil de gemeenschap vragen wie te hulp kan komen. Wie me te hulp kan schieten voor de uitvaart van mijn zoon. En ik zou het eigenlijk op 12 februari willen doen. Maar aangezien ik dat bedrag nog niet heb om die jongen te kunnen begraven, ga ik het dan 19 februari moeten doen. Alleen dat ik alles gewoon op een rijtje kan zetten. Grootmoeder, wilde je wat zeggen? Ja, wat moet ik zeggen? Jason was geen slechte jongen. Al wat je hem vroeg. Al was het van kom me erf voor me schoonmaken. Hij kwam. Hij kwam eerlijk aan zijn geld. Hij heeft nooit een misdaad begaan. Hij is nooit in aanraking gekomen met de politie. Jason was een goed mens. Hij had zijn vervelende zijde. Dat niet van. En dat heeft elk mens, denk ik. Maar in zijn hart, hij had een heel klein hartje. Hij had gauw medelijden met mensen. Heel gauw. Hij kon niet horen van je hebt iets nodig. En hij heeft dat geld en brengt hij het voor je.